Van dik hout zaagt men planken, zegt men wel. The night of the stars en terecht, want wij weten ons omringd door sterren uit de kickboxwereld. En ik weet mij aan mijn linkerzijde gesterkt ditmaal door Fred Royers, die u alles zal vertellen over het eerste gevecht, de eerste match tussen Green uit Engeland en Viera Rotterdam, oftewel Nederland. Ik zou zeggen, Fred, ga je gang. Ja, deze wedstrijd die we vandaag gaan zien is door een hele hoop mensen met zeer veel belangstelling tegemoet gezien. Beide heren hebben elkaar al eens een keer ontmoet in een zeer enerverende partij, mag ik wel zeggen, een aantal maanden geleden. De uitslag was eveneens zeer omstreden. Er waren zeer verschillende mensen die dachten dat Green gewonnen hadden, anders hadden nee, Vier heeft gewonnen. Het werd een onbeslist. Maar het vervelende was dat er was een Europese titel die stond op het spel en die werd dus niet vergeven. Meteen daarna is er dus ingehaakt door de Fries Promotions. Die hebben Green en Vieira een rematch aangeboden. En dat zie je dus vanavond. Twee zeer gemotiveerde vechters aan het werk. Dat is een duidelijke zaak. Beiden zijn erop gebrand die Europese titel te behalen. Ronnie Green, dat mag wel even gezegd worden, is een vechter die al zeer veel wedstrijden gemaakt heeft. Hij heeft onder andere in Thailand gebokst. En dat is wel het mekka van de kickboksport. Joao Vieira niet minder, want die is niet minder. Die is wereldkampioen geworden bij de WACO, ook een grote organisatie die zich met het kickboksen bezighoudt. Op het ogenblik is het nog een aftastend gevecht. Beide heren draaien en gezien op elkaar heen, proberen elkaar uit. Of soms wordt toch wel een duidelijk iets agressievere. Ja, oh, kijk eens even, die wordt mooi overgenomen. We zien hier Vieira die geworpen, die dus zijn tegenstander Green werpt en zichzelf bovenop zijn buik laat vallen. Niet zo'n prettige gewaarwording, dat kan ik je verzekeren. Maar ja, Green laat er niet bij zitten. Je ziet ook Green, die staat links en rechts voor. Dat is bijzonder lastig om tegen te vechten. Een vechter die zo vecht, die is onberekenbaar. Je weet niet wat er gaat komen van welke hoek. Beide vechters draaien elkaar een beetje om elkaar heen en proberen het met low kicks uit. Hier zie je de trainer, dat is Master Toddy. Dat is een Thaise trainer uit Engeland. Naar Engeland verhuisde Thai-boxer. Zelf ook nog eens een keer grote triomf gevierd in de Thai-boxring. En nu duidelijk op weg een van de toptrainers van Engeland te worden. Steeds weer blijft die Green achter die Vieira aanzitten. Maar Vieira is niet mis, die kijkt goed en die countert op de juiste moment, op de juiste wijze. Maar die trap aan die binnenkant van het been, dat is toch bijzonder irritant en die zou toch een tol gaan eisen. Het verlammende effect van die low kicks is iets wat door een hoop mensen niet volledig op hun waarde geschat wordt. Dat is een vervelende zaak, het doet pijn. Maar ja, er zijn een aantal vechters die dat goed kunnen blokkeren. En andere vechters die incasseren het gewoon. Die kunnen hun pijngrijs zodanig verleggen dat ze er toch schijnbaar weinig last van zien, van krijgen. Je ziet een goede stoot meteen overgenomen door Green met een snelle combinatie. En dan gaan ze in de clinch. In de clinch is toegestaan om je tegenstander met de knieën te bewerken. Je ziet het, wordt vastgepakt. Een Green houdt de touw vast. Dan worden ze uiteraard gescheiden door de scheidsrechter van Heumen. Dat is niet toegestaan. We zullen even verder kijken wat er nu verder gaat gebeuren. Ja. Green blijft komen, maar Vieira die is niet mis in die counter. Hij blijft goed kijken, moet eens achteruit, maar houdt zijn handen goed bij zijn hoofd en weet de levensgevaarlijke stoten van Green goed te ontwijken. Green steekt zijn handen uit, probeert wat acties uit te lokken van Vieira, maar Vieira die is handig genoeg om blijven in te trappen. Op de achtergrond hoort u die monotone Thaise muziek. Bij een wedstrijd in Thailand bijvoorbeeld zit er een orkestje live in de zaal. Hè? Die speelt dan die muziek en voor vele vechters heeft dat hypnotiserend effect. Ze raken een soort transarm. Hij gaat er wel. Nou, Fred, mogen we concluderen dat dit eerste gevecht van vanavond een goede aanvang heeft? Is dit een mooie opening voor de avond van de sterren? Of, Zeer zeker, dat zou ik zeker willen zeggen. Je ziet twee vechters die alles willen en die alles geven. En ik denk dat we geen betere opening hadden kunnen wensen. Zijn ze elkaar gewaagd, denk je, Fred? Heb jij voorspellingen, denk je, dat er een overwinning uitkomt voor Green of voor Vieira? Wat denk je? Nou, ik denk zeker dat er een van de twee op een knock-out zal winnen. Dat kan haast niet. Beiden zijn er zo erg op gebrand om te winnen. En ze zijn bereid om alles te gaan, tot alles te geven om maar die begeerde Europese titel in bezit te krijgen. Dat is het ding wat zeker is. Het zal mij benieuwen, Fred. Laat ons weten wat er gebeurt. Mocht er wat gebeuren. Ja. Nou, je hoeft niet bang voor te zijn bij deze twee. En als er twee knokkers bestaan in het kickboxwereldje, dan zijn er deze twee wel. En ze zijn goed aan elkaar gewaagd. Weer dat dreigen met die schouders van Green. Je ziet hoe relaxed die jongen is. Dat heeft hij toch wel overgehouden uit zijn periode dat hij in Thailand gebokst heeft, hoor. Het publiek werkt erg mee in deze partij. Juist, weer een trap van Vieira. Hij blijft het proberen. Die jongen is toch wel handig met zijn benen en met zijn armen. Ze noemen hem Little Joe Fraser trouwens. Een bijnaam die hij gekregen heeft door zijn enorme agressieve manier van vechten. Hier zie je een klein veegje. Heeft verder geen gevolgen. Beide vechters hebben er geen last van. Gaan we meteen weer verder. Het aantikken van die handschoenen. Kijken of je tegenstander zijn verkeerde been kunt zetten. Tik aan die binnenkant van het been. Vastpakken, knieën en het afklemmen. Afklemmen is belangrijk, want zo kun je je tegenstander op een dood punt zetten. Dan wordt er
Stopt door de scheidsrechter, wordt er geïnterveneerd. De wedstrijd gaat door. En een harde trap van Vieira op het lichaam van Green, die echt hem meteen kan houden met een keiharde linkse stoot. Dat is niet mis daar. De coach leeft mee, u ziet het, geeft aanwijzing, maar volgens mij doet het thuis, want het is onverstaanbaar. Green blijft ervoor lopen. Steeds weer die druk uitoefenen op Vieira. Stoot met links, dat linkse stoot is gevaarlijk, dat heb je als je rechts voor staat. Hij krijgt hier een vermaning, maar waarvoor dat ontgaat mij eigenlijk op het ogenblik, maar zonder twijfel heeft de goedleggende scheidsrechter van hem iets gezien. Weer naar voren, knie. Beide vechters blijven goed kijken, proberen alsnog trappen te maken op het lichaam naar het hoofd, maar de dekking zit goed dicht bij beide. Ik denk dat het pijnlijk is hoor, het blokkeren met die scheenbenen, want je ziet vaak dat er getrapt wordt naar het lichaam of naar de benen. Je knie wordt omhoog getrokken en dan wordt het geblokkeerd met het scheenbeen. Goeie stoot, goede trap daar van Green. Je hoort de muziek. Harde trap, weer dat been ervoor. Onderdoor en op zijn bovenbeen geraakt, terwijl die wegstapt meteen gekant door Green. Hij let erg scherp op. Van de minste fout, een absoluut gezicht. Oh, wat een fantastische trap. Dat zien we hier nog een keer. Dat is niet mis. En nog wel van diverse camera's. Hij stapt weg en krijgt die trap midden op zijn kaak. Ja, dat zijn acht tellen. Mooi zeg. Oh. Meteen gaat Green door, geeft een serie knieën. En weer een trap op zijn been. Ja, hij is duidelijk aangeslagen. Dit zou wel eens het einde kunnen betekenen voor Vieira. Oh, wat een fantastische techniek was dit. Dit betekent winst, hè, voor Green. Dit moet haast wel, ja. Hier kun je niet van herstellen. Dit is uitgeteld en ik zie dat de coach zelfs de handen in de ring heeft gegooid. Een wijze beslissing van de coach van Vieira. Je ziet hier de gedesillusioneerde João Vieira uit Rotterdam. Ja hoor, hij wint. Kijk, hier gaan de handen de lucht in. Ja. Tot zover de partij tussen Vieira en de Brit Green. Hier op het gala der kickboksterren. Als we ons programmaboekje...